Ketnet rapper Sien Wijnands en komiek William Boeva dansen samen met heel wat leerlingen de Move tegen pesten in het Scheppersinstituut in Mechelen. Dit in teken van de Week tegen pesten. Na de Move tegen pesten was het afwachten hoeveel kinderen die dag hadden meegedanst. Spannend, spannend. Ik zie al 6 cijfers, maar hoeveel zijn het er? Oh my god! 324.314 dus. Een aantal waar ze zeer blij mee zijn. Het voelt echt fantastisch dat 324.314 deelnemers hebben deelgenomen aan de Move tegen pesten. Echt waar, mijn dag kan niet meer stuk. Waanzinnig getal, echt waanzinnig. William Boeva twijfelde niet om mee te doen met de Move tegen pesten. Ze hadden gevraagd van ja, wil je meedoen aan de Move tegen pesten? En ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Ik heb gewoon direct gezegd, ja, dat is goed, ik doe. Ik bedoel, ben er zelf vroeger ook wel eens mee geconfronteerd geweest. En ik had het geluk dat ik mezelf kon verzetten. Ik was verbaal genoeg om een betere grap te maken. Ik had ook goede vrienden die mij omringden en die zeiden van kom, we gaan iets anders doen. Maar ik besef dat heel veel kinderen dat geluk niet hebben. En daarvoor doe ik het eigenlijk. Om ook die kinderen het gevoel te geven van je bent niet alleen, het is oké. We zijn er allemaal om jullie te helpen. Ze geven ook nog tips voor mensen die gepest worden of die het zien gebeuren. Het belangrijkste is eigenlijk, laat de gepeste nooit alleen. Al is het maar dat je s'avonds eens een berichtje stuurt of zo naar iemand die gepest wordt van hey, ik heb dat gezien wat er gebeurd is vandaag, ik vind dat niet oké, ik steun u. Want ik begrijp ook dat je daar niet meteen tegen in durft te gaan, want pesters kunnen heel intimiderend zijn. En dan de tweede tip is vooral, ja, verzamel gewoon mensen rondom u die samen tegen het pesten ingaan. Alleen is dat kei moeilijk, dus maak gewoon een groep, ga samen tegen pesten in, brul tegen pesten en help zo pesten de wereld uit. Of toch zoveel mogelijk. Gepest wordt, zijn mijn tips eigenlijk zeg het tegen de pester dat je het niet leuk vindt. Als dat niet helpt, ga dan naar een leerkracht of een oudere of ga ergens hulp zoeken en blijf vooral niet alleen zitten, want je moet beseffen dat je niet alleen bent. En dat is de taak ook van de omstanders. Als je het ziet gebeuren, kom ertussen, doe iets. Durf je niet alleen tussen komen, geen probleem. Zoek iemand om er mee tussen te komen. Ga het melden aan een leerkracht, ga naar je ouders. Maar laat vooral de gepesten weten dat hij niet alleen is. Waarom duurt het? Het stopt niet vandaag. We brullen elke dag verder tegen pesten. Dankjewel allemaal!